Ja, daar zijn we weer, dames en heren, jongens en meisjes. We zitten in week 5 van 2016, hoogseizoen. En we kijken vandaag even mee met de Q-boot. En in deze Q-boot die hier aankomt zijn de niveau 3 cursisten. We hebben Laura, Emma, Ilse en instructeur Maarten. En die gaan de man overboord oefenen. Oh, daar gaat ze al. Ilse gaat overboord. Gaat het goed, Ilse? Ja. Ja? Is het koud? Nee. Ondertussen vaart de kielboot netjes voor de wind. Ik zie Emma al wijzen. Die heeft Ilse goed in de gaten. Een paar scheepslengtes. Laura stuurt de boot aan de wind. Instructeur Maarten wijst ook. Ze zien Ilse nog liggen. Nu gaan ze overstag. Want de dwarspeiling is gemaakt. Ilse ligt perfect haaks op hun koers. Hier komen ze aan. Hoog aan de wind. Gaat goed? We varen een stukje mee. En nu komen ze bij de man aan. Of bij de vrouw in dit geval. Ilse. En Maarten en Emma pakken er nu beet en proberen eruit het water te tillen. Ja, dat gaat netjes. En Ilse is weer veilig aan boord, terwijl de boot bij ligt. We gaan even kijken of ze oké zijn. Ilse, gaat het goed? Jazeker. Is het koud? Goed gedaan, Laura. Maarten ging goed, is het weer? Ja. Wel mooi. Heb je iets warms bij je, Laura? Ilse? Ja. Oké, dan gaan we het even snel pakken. Goed. Dat was de man overboord bij de CBO3 van de Kielboot deze week. Gaat hartstikke goed met de dames hier. Ik zeg tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken.